Robert, we vieren vandaag het 35-jarig bestaan van deze stichting. Maar jij kwam 40 jaar geleden voor het eerst in Rio. En dat was voor jou een moment waar ook eigenlijk een tweede leven voor jou begon. Wat gebeurde daar met jou? Ten eerste, hartelijk welkom allemaal. Ik kwam in Rio en toen zag ik daar de straatkinderen en toen wist ik dat ik daar terug moest komen voor die kinderen om iets voor hen te doen. Want dat, zeg maar, wat je daar zag, de manier waarop zij leefden, dat geeft jou dusdanig aan dat je dacht van hier kan ik niet, ik kan niet gewoon weer weggaan naar huis, naar veilige leven en dat achter me laten. Nee, die aanroep, die was zo sterk, echt zo sterk, dat ik 100% wist dat dit de plek wordt waar ik weer terug zou gaan om samen met anderen iets voor de kinderen te doen. Ja, en toen ben je in 84 teruggegaan naar Rio. Ja. Heb je daar gevestigd. En ik las in een van je nieuwsbrieven momenten om van dit alles af te zien en terug te gaan naar Nederland waren er genoeg. Welk van die momenten staat jou het meest bij? Nou, staat me het meest bij dat is op de enigste keer dat ik echt van plan was om weer terug te keren naar Nederland. Dat wij dus Sparta Sportclub, die we in 86 hebben opgericht, dat we een toernooitje hadden in volgens mij 97, 98. En we zaten daar met 100 kinderen. En ik zei altijd tegen de ouders van die kinderen, Sparta is een veilige club om heen te gaan. En tijdens een toernooitje kwamen er, was een buitenveld, een binnenveld en een buitenveld. En kwamen daar politieagenten aangerend. En die begonnen te schieten op wat jongens, drugsjongens, die tussen het publiek zaten. En een jongen van 13 jaar, die werd geraakt door kogels en die stierf op het veld. Nou, dat was zo heftig en zo graag wilde ik dat we die agenten zouden aanklagen. En dan weet je, in Brazilië kan ze aanklagen, maar dan moet je ook weer terug naar Nederland. Dan ben je niet meer veilig. Maar ik ben nooit achter de adressen gekomen, de namen van de politieagenten. De drugsbendes en die politieagenten, die kennen elkaar wel. Maar ik ben er nooit achter gekomen. Maar ik had het toen, als ik echt besloten van, ik ga terug. Ik geef die agenten aan en dan ga ik weer terug. Dat was grote onrecht, komt niet aan. Want de volgende dag sta je dan bij de begrafenis en dan kijk je in de ogen van die ouders. En dan denk je, nou dat weet je, je hebt ooit tegen ze gezegd, dit is een veilige plaats. Ja. En dat was het voor een kind niet meer. Dus dat was echt het enige moment dat ik echt gedacht had, ik ga terug naar Nederland. En toen besloot je toch te blijven? Ja. Ja omdat je dacht, ja, er is veel te veel werk te doen. Ja, ja. Ja, dat was heel duidelijk. Ja. Want in 84 werd de Stichting Remerl opgericht. In 88 werd Help Mijn Leven hier in Bleiswijk kwam van de grond. Hè? Dat verschil tussen die twee, dat is mij nog steeds niet helemaal duidelijk. Nee. Het is ook, eerst werd Help Mijn Leven opgericht in 1988, in de maand juli. En dat is Marieke Oosterbrink, die organiseert hier altijd alles. Is ze nou? Ja, achterin. Kijk. En zij was bij het eerste bestuur in 1988, toen ben je heel goed, Paul van Delft, Marieke Oosterbrink, al Wim Roders van de woningbouwvereniging, Paul van Delft was de leraar hier, en Jan van Rijn, een hele goede vriend, die jammer genoeg te vroeg is heen gegaan. Dus toen hebben we in juli 1988 hebben we de stichting Help Mijn Leven opgericht. En toen ben ik weer teruggegaan en toen is in januari 1989 de Braziliaanse vereniging Remer opgericht. Ah, ja. Ja. En aanvankelijk ontfermden jullie over kinderen die lijm snoven. En ik begreep dat in 2009 werd dat crack. Ja. Eerst werkten wij gewoon op het plein centraal en de pleinen, busstation rondom de twee woonhuizen die wij daar hadden en een inloophuis. Op het moment dat de crack inkwam, mochten de kinderen dat niet meer. Lijm kon je gewoon op straat gebruiken en lijm kon je gewoon op straat gebruiken, maar de crack niet. Dus de straatkinderen gingen allemaal naar favelas toe, die sloppenwijken, om daar de crack te gebruiken. Dus onze werkers die moesten verhuizen naar twee favelas waar die kinderen waren.
Dus dat was wel een hele... de kerk is gewoon vreselijk, want vreselijk dodelijk. Meer als natuurlijk het gewone lijmsnijden. En je raakte die kinderen, die waren ver uit het zicht, zou ik maar zeggen. Op het plein waren ze toch nog wel redelijk veilig, doordat er veel mensen zijn. Maar op die kerk plaatsen niet meer. Nee. En voor de vrijwilligers ook lastiger werkplek, neem ik aan. Ja, daar hebben we nog wel eens problemen mee gehad. En al op een gegeven moment werd dat wel moeilijk voor de werkers om steeds omringd te worden door drugsdealers en pistolenlopje. Ja. Dus dat werd minder enthousiast was dat. Maar we hebben altijd werkers gehad die er vol voor gingen. En dat is jarenlang zijn we daarmee doorgegaan. Want de wijk Antares, dat is ook een favela. De wijk of is dat meer een wijk? Nee, dat is ook een favela. Ja. Wij hadden toen in 2014 hadden we de WK, in 2016 hadden we de Olympische Spelen. En toen zeiden ze van, al die toeristen die mogen dadelijk niet, die crackkinderen, dus je hebt gewoon kinderen van 8, 9, 10 jaar, die echt als een zombie op die crackplaatsen leven, en die moeten weg. Dus er werden heel veel wijken ontruimd in Rio, voornamelijk waar de toeristen langskwamen. En die kinderen die kropen naar andere favelas. En op een gegeven ogenblik kreeg die drugsdealers, die drugsbazen, die kregen door van... Nou, die journalisten en die media die komen heel erg af op die crackkinderen. Dus we gaan geen crack meer verkopen aan straatkinderen. Dus door die Olympische Spelen en die WK... Je hoort heel vaak in Brazilië zeggen van, nou, wij hebben door die spelen, zijn er tenminste geen straatkinderen meer. Nou, dat is een hele misvatting, want de drugsbendes, die hebben de straatkinderen gewoon overgenomen. Die kregen een baantje als uitkijkpost onder aan een favela. En dat was natuurlijk, die kinderen gingen uit zicht. Die waren echt helemaal kwijt. Ja. Dus eigenlijk werden de straten gewoon schoongeveegd en de kinderen werden zo om die buitenwijken ingeveegd. Ja, en toen hadden we echt ook een punt van, dan gingen wij mee verhuizen. Maar ja, iedere keer kom je in verschillende andere vreemde favelas terecht. En steeds vaker kregen we die loop van die pistool op onze werkers. Tot echt op een gegeven ogenblik, de meeste werkers zeiden van, we lagen echt op een treinrails en de 6 drugsjongens boven ons met pistolen. En toen we daar wegkwamen, toen zeiden de werkers van, nou, we stoppen ermee. En toen had ik nog echt één straatwerker, Alex, die nog steeds bij ons woont. En die zegt, ik ken een wijk die Antares heet. En daar zitten heel veel van onze kinderen, die zijn daarheen gevlucht. En ik zei, dan gaan we daar eens een kijkje nemen. En toen kwamen we daar binnen. En kijk, wat je in de favela altijd moet doen, is je moet weten waar je heen gaat. Ik gewoon, je wordt aangehouden, door mensen en je moet een adres opgeven. Ik ga naar oma tante, of ik ga die opzoeken of die opzoeken. Maar wij liepen die favela in en we kwamen al die drugsjongens erbij. En toen begon echt het zweet uit te breken, want toen dachten wij van, als iemand ons aanhoudt, wat zeggen we dan wat we hier doen? Ja, ik kon niet zomaar antwoorden van, ja, ik kan even rondkijken. Maar even rondkijken, nee. Dus toen zagen we al die ellende in Antares. Toen zeiden we, nou, we moeten ons hier vestigen. En net zoals in 1985 met Sparta, we moeten hier ook een sportclub beginnen. En jongeren aantrekken, niet rondhangen op straat. Nou, daar is een schooltje bij gekomen. En bijna 10 jaar naar gewerkt. Want hoeveel mensen wonen daar ongeveer? Is dat bekend? Antares was volgens mij iets van 25.000 mensen die daar wonen. Ik begreep, als je daar binnen wilt komen met de auto, moet je stapvoets rijden. Moeten al je vierde ramen helemaal open zijn. En sowieso moet je daar ook nooit met een ingeklapte paraplu over straat gaan. En zeker geen zwarte. Nee, dat lijkt natuurlijk. Leg dat eens uit. Als je met een paraplu loopt, dan lijkt het net alsof je met een muziekpistool daar binnenkomt. Ja. Die verwarring wil je niet zaaien. Nee. Maar ik zou sowieso... Maar even nog die ramen. Die ramen. Ja, die ramen moeten open, want je moet herkenbaar zijn. Maar ten hele dag rijd ik niet met een auto van wel rijden, want dat is al levensgevaarlijk. Als je met een auto erin rijdt, moet je knipperlicht opdoen, je doet een lichtje.
je wel, het lichtje wat boven de... Wat er boven zit, die doe je aan en dan kun je wel heel langzaam binnen rijden, maar dan heb je ook een knipper. Maar ik doe het liever lopen allemaal. Ja, want het zijn van die handigheidjes ja, om jezelf niet voor je eigen lijst te houden. Maar het zijn van die dingen die wij hier in ons vrije leven, veilige leven in Nederland eigenlijk helemaal niet kunnen voorstellen. Maar voor jou is dat routine, dat je dat zo doet. Heb je nog meer van dat soort voorbeelden? Nou, ik zeg altijd, nee, geen zonnebril opdoen. Als je die uitkijkposten voorbij loopt, dan is het gewoon even vriendelijk gedrag zeggen. En gewoon doen. Kijk, dus je moet gewoon jezelf zijn. En als je echt bang bent en je gaat kijken, dan wantrouwen de jongens jou. Dus, want die jongens zijn de drugsjongens die bepalen of je er naar binnen mag, toch? Ja, het is wel zo dat zij... dat zij je tegenhouden. Als ze je niet kennen, dan moet je verhaal vertellen wat je daar kon doen. Kun je dat niet goed, of ze vertrouwen je niet, dan moet je... Nou niet, want ik heb een microfoon hier achter me. Maar dan moet je gewoon even optillen en laten zien dat je geen pistool hebt. En een rondje draaien, dan mag je wel doorlopen. Oh, je bent er nog, dus het is wel altijd goed gegaan? Ja, gelukkig wel. Ja. Je vertelde net al over de impact die het had, hè? Zo'n WK, Olympische Spelen, waar wij natuurlijk alleen maar de mooie kant mochten zien van het land. En jij natuurlijk wist wat daar achter die schermen gebeurde. Wat heeft corona voor impact op jullie werk gehad? De corona, er waren heel veel mensen die de huur van de huisjes niet meer konden betalen. Hey, iedereen zat ineens zonder werk en die zat thuis. Mensen konden huur niet meer betalen en heel veel mensen gingen weer terug naar de straat. En in het centrum, in de Havenwijk, waar wij ons kantoor hebben, Huis Bethania, waar vroeger kinderen werden opgevangen, daar zitten heel veel fabrieken. Het zijn oude fabrieken, leegstaande fabrieken. En daar gaan heel veel mensen die niet op de straat willen komen, en die kunnen daar een huisje willen van de drugs bellen. Dat is dan 50 riaal, zeg maar 10 euro. Maar ja, die betaalden wel eerst 500-600 riaal om in de Krottenwijk te wonen. Dus dat was. Dus heel veel mensen gingen naar die fabriek toe. En toen gingen wij. Wij mochten officieel, in die tijd mochten wij geen kinderen in huis opnemen. In reëel. Dat mocht niet, want die kinderen. Wij zijn gelinkt aan de scholen. En zolang de school niet open gaat, mag een werk als remer ook geen kinderen opvangen. Dus wij kwamen toen in die fabrieken terecht, waar wij ineens enorme noodzaken van mensen die echt in de vreselijkste omstandigheden daar wonen. In één zo'n fabriek wonen zo'n 350 mensen. En op elke etage 100, één WC en brandgevaar van hier tot beginsel. Er is maar één ingang. En als er ergens brand uitbreekt, dan de mensen die boven zitten, die komen er niet meer weg. En 1,5 meter afstand, dat zal ook niet lukken daar. Hè? Nee. En dus daar zijn we toen begonnen. Dus de corona heeft ons in die fabrieken gebracht. Waar we steeds eten uit gingen delen. En daarna ook echt iets voor de kinderen zijn gaan betekenen. Ja, ja, ja. Dus het heeft eigenlijk weer nog meer nieuwe mensen opgeleverd om te helpen, zeg maar, voor jullie. Zie ik dat goed of? Nou, wij zijn dus, zal ik maar zeggen, wij zijn die fabrieken ingetrokken om de kinderen eruit te halen, om de kinderen weer naar school te brengen, okay. Bijlessen te geven. Ja. En ook aan de gemeente te laten zien, dat is wel heel leuk, om de gemeente te zien van wat er gebeurt in die fabrieken, die hebben een tijd met ons meegelopen, zodat hun daadwerkelijk iets voor hun kunnen betekenen. Wij geven wel de bijlessen, we zorgen dat de kinderen naar school gaan, maar het is natuurlijk belangrijk dat ze aan een nieuwe woning komen. Ja, ja. Robert, je bent de afgelopen 35 jaar ontelbare keren bedreigd, gechanteerd, beroofd, geïntimideerd, ontmoedigd. Je bezoekt vaker begrafenissen van kinderen dan hun verjaardagsfeestjes. Je bent ook al eens depressief geraakt, wat iedereen hier zal begrijpen. Hoe lukt het je om steeds jezelf toch weer bij elkaar te rapen en verder te gaan? Dat zijn twee dingen. Ik heb een rots vertrouwen in God, zoals Peter net eerder vertelde. Dat geeft mij de moed om met drugs, als je s'avonds
naar de top gaat van de berg om een jongen vrij te krijgen, dan ga je doen alleen. En dan voel ik wel de nabijheid van God. Dus ik ben er niet alleen. Dat geeft me dan goed. En natuurlijk de kinderen. Je ziet natuurlijk de Sparta Sportclub, die bestaat nu 36, 37 jaar. Ik kom heel veel mensen tegen. En zoals in Jacques Ressier, in Pedralise, mensen tegen die nu een goede baan hebben, die dat aan jou vertellen. Nou, als Sparta hier niet was geweest, dan hadden we waarschijnlijk niet meer geleefd. En dat zie ik ook met de kinderen van de Sitio. Heel veel levens die veranderd zijn. Ja, dat houd je op de been natuurlijk. Ik las een heel mooi verhaal op jullie website van Luciana, die ook door jullie is opgevangen. Kan je haar verhaal vertellen? Luciana, die heeft in de nieuwsbrief gestaan. Ja. Zij was 7 toen ze met jullie in aanraking kwam, als ik het goed heb. Ze woonde toen nog op het Centrale Plein met haar moeder, 2 broers, of 3 broers geloof ik. De ene broer is al jong bij de drugsbendes terechtgekomen, die hebben ze nooit meer gezien. Weet je wat verhaal het is? Ja, weet ik. We hebben nog bij Paul Thijmers gezeten. Want Paul die heeft tientallen jaren ook in Brazilië gezeten. En die was bij de bouw van het eerste woonhuis. Die kwam er met de eerste kinderen te wonen. En Luciana was één van die meisjes. Luciana woonde dus op straat. Was die meid en Sam, man. Mijn is te zijn, denk ik. Ik dacht dat ik me zachtjes had gezet. Luciana, dat was wat ik me van Luciana altijd kan herinneren. Ik heb nog steeds contact met haar. Luciana, haar zusje, die werd op straat vermoord. Voor haar ogen. Voor haar ogen. En die begrafenis de volgende dag. Dat wij alleen dat er maar straat. Dat we stonden daar met 2 moeders en een heleboel kinderen. En dat, die liep ook de andere graven mee, pakte ook wel bloemen weg en dat werd allemaal naar Luciana, of naar Vania heette zij, meegenomen. En dat staat me wel heel erg in het beeld van, en op die gelijke tijd, dat is de grootste begraafplaats van Zuid-Amerika. En op diezelfde, daar stonden ook echt wel heel veel mensen bij andere begrafenissen. En dan sta je daar met de moeder en 30 straatkinderen. Weet je wel, iedereen met een wijde boog eromheen wil lopen. Luciana is toen ook wel eens op de boerderij gekomen. Ze had 2 broertjes die daar inderdaad ook zijn vermoord. En Luciana woont nu in Villa Cruzeiro. Villa Cruzeiro is wel een beetje de meest gewelddadige wijk die er is. Met haar gaat het heel goed. Ze heeft geloof 3 of 4 kinderen. Ze heeft een lieve man. En zij woont daar in Villa Cruzeiro. Nou, ik vond het zo mooi omdat zij ervoor koos om naar jullie toe te gaan. Omdat ze natuurlijk haar zusje vermoord zag worden voor haar neus. Haar broer was ze al kwijt. En haar moeder en andere broer die bleven wel waar ze waren. En die zijn uiteindelijk ook vermoord, allebei. Dus het is een heel schrijnend verhaal, maar het verhaal laat zo zien wat jullie voor belangrijk werk doen. Want zij is nu 35. Ze heeft inderdaad 4 kinderen, een gelukkig huwelijk. En ze droomt ervan om psychologie te gaan studeren. Ja, inderdaad. Dus dat is wel. Ik heb je al wel vaker in de afgelopen jaren horen zeggen van. Als er maar 1 kind is. Want mensen zeggen natuurlijk wel eens van het is een soort dweilen met de kraan open. Maar jij zegt van als er maar 1 kind is wat ik kan helpen. En zij is al een goed voorbeeld daarvan. Ja. Van ja, hoe je een vreselijk levensverhaal kan hebben, maar hoe je daar dan wel zelf. Aan weten ontsnappen. En dat lijkt mij dat de verhalen zijn waar jij je weer aan op kan trekken. Ja. Nou, bijvoorbeeld in ons bestuur van Lemer, van 8 mensen, er zitten er 4 die van de straat komen en die nu een functie hebben binnen het bestuur. Dus, en waarvan eentje waarschijnlijk de mij zal opvolgen als. Oh ja? Maar je bent toch al wel voorzichtig met je opvolger bezig? Ja, natuurlijk. Want af en toe rijden we tegen een boom op of wat dan ook. Ja, en door een olievlek las ik? Ja, dat was wel. Als je het een beetje over een boom hebt. Een paar maanden geleden kwam ik elke week en dan kwam ik in Petropolis. Dat zien jullie wel, Petropolis. Reed ik van de berg af, het begon te regenen en dan ligt er vaak olie op de weg. En ik reed
wel een beetje door. Nou, niet zo. Zeg nou maar eerlijk dat je veel te hard reed. Nou ja, ik ging die reling over. Ik viel tegen de bomen aan, draaide een paar keer rond. En ik ben weer op de Rijksweg teruggekomen. En ik stapte echt uit en er was niks meer heel van de auto. Het enige waar ik zat, was intact. En alle mensen die stopten daarna en die zeiden, wat is dit is een godswonder. Dat echt gewoon, ik was gewoon helemaal intact. Ja, ik had heel erg, ik heb nog wel heel erg rugpijn. Ik stapte eruit en ik ging nog controleren. Ik denk, kan niet die auto zo, weet je wel. En toen was al mijn rugpijn weg. Maar ja, dat bleek achteraf zeggen mensen, ja, dat is de adrenaline. Ja, want die is weer terug. We moeten het ook niet een te groot wonder maken. Het was gewoon kort. We staan hier dus vanavond stil bij jouw werk. Kun jij vertellen hoe staat het er momenteel voor? Zowel in Rio als in Bicas? Ja, in Bicas hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Hè? Daar gaan we het nu over hebben. In 1993 hebben we daar dus door middel van World Servants. Fijn dat Cor en Harry hier ook zijn, die helemaal vanaf het begin. Als eerste, nou meerdere zelfs, hè. Ik ga de namen dan nu noemen natuurlijk, Peter, Suzanne en Marcel. En Bird Service, die heeft ons, wij merkten dus dat ons woonhuis gewoon te druk was, te veel. En we gingen vaak met de kinderen naar een vakantiekamp en dan ontdekten wij dat ze in de natuur echt veel sneller opknapten dan in dat drukke woonhuis roerde merken. En wij hebben toen gezegd, we moeten ook op zoek gaan naar een groot terrein met veel huizen. En waar we kunnen bouwen, zodat de kinderen daar een veilig onderkomen hebben. Nou, dat hebben we in Pikkeri gevonden. Dat is om de 80 kilometer, twee kwartier, half uur. Als je zo hard rijdt als jij, dan ben je wat sneller. Maar, en daar hebben we dus die woonhuizen gebouwd. Die eerste woonhuizen, dus daar hebben we... Daar wonen ongeveer 54 kinderen. Daarna werd dat steeds ietsje minder. En die huizen zijn door Bird Servants gebouwd. Dat is een groep uit Wolvenga, die jongeren aanzet om in de werkvakantie iets heel nuttigs te doen. En dus die zijn van 1993 tot 2001 geweest. Nou, je ziet hier ook allemaal plaatjes. En daarna is gelukkig. In 2012, toen was er helemaal niemand. Je moet voorstellen, die kinderen zijn natuurlijk helemaal gewend. Ik ben altijd bang dat de tijd zo snel gaat. Vertel gewoon verder, ik hou de tijd in de gaten. Ja. Maar in ieder geval, in 2012 was er helemaal niemand hier. Dat was natuurlijk waardeloos. Het dorp helemaal leeg en de kinderen keken er ontzettend naar uit. En toen hebben we vanaf 2013 zijn er steeds groepen geweest. Tussen de 12 en 18 mensen die elk jaar naar ons toe komen om allerlei klusjes op te knappen. De boerderij die heeft 30 jaar bestaan en wij ontdekten wie ooit op de boerderij is geweest. Dat is een afgelegen terrein, 36 hectare, heel groot, maar die kinderen leefden gewoon daar heel afgelegen. En wij zeiden van we moeten eigenlijk naar Bicas verhuizen. Dat is grote stadje met meerdere scholen. Die kinderen werden gediscrimineerd. Als we zeggen, Pikkeri is toch een beetje een dorpje, maar het is wel een elite dorpje. Dus als onze kinderen de winkels ingaan, dan werd al een beetje extra gekeken van, nou, zal hij niets meenemen. Dus de kinderen die waren eigenlijk alleen met hunzelf. Ze hadden geen vriendjes in het dorp. En het vervoer was heel moeilijk om in Pikkeri te komen. Gaan twee buslijnen per dag. Dus wij hebben op een gegeven moment gezegd, we moeten verhuizen naar Bicas. En daar zitten veel cursussen, daar is veel meer sport, daar is veel meer activiteiten voor die kinderen. Daar hebben we ook een sneller contact met het netwerk aan sociale diensten. Dus daar hebben we toen besloten om te verhuizen en een stuk grond te kopen in Bicas. Waar we dus nu momenteel zitten. Wat hebben we daar gedaan? We hebben in 2022 zijn de kinderen verhuisd naar twee woonhuizen in Bicas, twee gehuurde huizen, en waar de kinderen nu in zitten. En we zijn bezig met dat stuk grond, zullen dat ook op de video zien, maar een stuk grond hebben we gekocht en daar hopen we in februari dat
dat het allemaal klaar zal zijn om daar de kinderen te kunnen ontvangen. Hoeveel kinderen gaat het om? Nou, dat gaat nu om. Nu zitten er 20 kinderen. Okay. 20 kinderen. En wat de bedoeling is voor 2024, want dat was toch een beetje de vraag. Hè? Ja, ja, prima. Laten we daarheen gaan. Voor 2024, wij gaan drie dingen doen. We gaan in Biekers. Wij gaan daar natuurlijk kinderen in extreme risicosituaties, die komen bij ons wonen. Maar tegelijkertijd gaan we ook met preventie beginnen. 1 februari met hulp van UNESCO, Crianza Esperanza, ook Globo, hebben wij geld gekregen om aan preventiewerk te doen. Dus we gaan in een gedeelte in Biekers willen we er eigenlijk voor zorgen, want de meeste kinderen die bij ons worden geplaatst momenteel, die komen uit de wijk Sarakoeren. Zeg, nou, zie je, wordt het niet, of ik het goed zeg, Sarakoeren. Dat is een favela waar dus eigenlijk kinderen geplaatst worden door allerlei wantoestanden naar de boerderij. Nou, daarom zeggen we gaan daar gewoon beginnen met preventiewerk, zoals we in Rio ook doen, zodat de kinderen niet meer door de rechter bij ons geplaatst wordt. Verder gaan we ook doen aan pleeggezinnen. Ja, dat was ik, ja. Dus we hebben... Want daar betaalt de staat dan ook aan mee, begreep ik, hè? De staat, toch? Ja, we doen het samen met de gemeente. Gemeente, ja. Samen met de gemeente, dus dat is nog best wel een beetje strijd. Ik had wel gehoopt dat het eigenlijk in februari zou beginnen, maar dat gaat toch wel iets later beginnen. Dus we hebben dan lijsten met mensen, dus er is een heel team apart, maatschappelijk werk, psychologen, die gaan met hebben dan contact met families die daar geïnteresseerd zijn, om ze op die lijst te zetten. Dus wij moeten gewoon screenen, hè, en die kunnen ze dan voor 2 jaar opnemen, of zo langs 2 jaar. En dan moet via dat netwerk wat we hebben, die er bestaat, maar die dan op hun vingers moeten worden getikt, moeten ervoor zorgen dat die kinderen dan weer eventueel bij familie of anders bij adoptieouders terechtkomen. Ja. En dan komen alleen de echte extreme gevallen, dan heb ik het altijd over seksueel misbruik, over echt grote geweldssituaties, dat de kinderen bij ons komen. Dus 3 dingen. Dus de opvang, de preventie en pleeggezinnen. Dat is, dat moet allemaal volgend jaar gebeuren. In Biekers. Dan gaan we naar Rio terug. In Rio zitten we dus in de fabrieken. Dus de kinderen gaan naar. We nemen de kinderen mee naar buiten. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, die kinderen moeten naar school. En je moet voorstellen dat, zoals ik net zei, van er zitten dan 100 kinderen die leven daar. En die kinderen, hun moeder die kijkt, die werkt, plastic ophalen, oud papier ophalen. En die zorgt niet voor dat die kinderen om 6 uur opstaan om ze naar school te brengen. Dus ze doen ze niet. Dus ze komen op school stinken eigenlijk gewoon. En iedereen loopt daar weer met een wijde bocht omheen. Kinderen komen niet meekomen, want ze hebben geen computer thuis of wat dan ook. Die verlaten de school weer. Dus wat wij proberen, het contact houden met de school en met de ouders over te praten van hoe gaat het oppakken met douches en alles om die kinderen naar school te brengen. Nou, daar krijgen ze dan, zorgen wij wel weer dat daar een vergoeding voor staat, die via de gemeente bij hen komen. Daarnaast hebben wij natuurlijk in de Vijsking Care, dus een nieuwe krotwijk, 3 jaar geleden waar we ingegaan zijn. En toen heb ik mijn fout goed gemaakt, want in 1985, toen hebben we de Sparta Sportclub genoemd. In die tijd had ik altijd het idee dat ze de naam Feyenoord niet konden. Ja, ja, ja. Dus toen heb ik gedacht, het moet iets Rotterdam zijn. We zijn een half uur verder voordat je eindelijk het woord Feyenoord afvalt. Dat is voor iemand die zo'n roemrucht Feyenoord verleden best lang. Ik ga het verder opraken hoor, maar... Wij gaan... Dus Feyenoord, ja, die is 3 jaar geleden gestart, dus wij gaan daarheen. En wat wij doen, er wonen 22.000 mensen op een helling en daar is echt geen enkel sociaal project. Dus we doen eigenlijk gewoon hetzelfde, kinderen moeten naar school gaan en doen we via onze voetbalclub. Ik zit eigenlijk helemaal niet, we zitten een beetje met de rug. Ja, kijk naar die mensen. Kijk, ja, die mensen? Ja, als jij zou vragen, moet ik naar jou kijken. Maar... Nee, je mag ook naar die mensen kijken. Maar
we hebben wel een beetje een beeld van, als we inderdaad nu doorgaan, dan gaan mensen weglopen. Ik zag het al gebeuren, dus lang. Ik wil nou heel even, we hebben het de hele tijd over allemaal kinderen waar je voor inzet. Kinderen die je nog niet kende ooit. Maar je hebt zelf ook twee kinderen. Daar zou wel iets over fijn zijn. Dat gaan we ook nog zo meteen doen. Maar ik ga het nu eerst over jouw kinderen hebben, aangezien ik hier de vraagsteller mag zijn. Je hebt een zoon en een dochter. Wat vinden zij van jouw werk? Mijn zoon die is boekhouder en die is één keer de favela geweest en dat vind ik prima zo. En mijn dochter is wel een beetje als ik, graag in de favela meegaan. Die is ook geïnteresseerd, psycholoog. Ze heeft een tijdje, een paar jaar in de Recife gezeten. En die gaat terug naar Rio. Dus we kijken dan waar ze terecht komt. En wat is de belangrijkste levensles die jij hun hebt meegegeven? Goed naar, ik zou het niet van me zeggen, maar goed naar anderen luisteren. En als ik hier kom, denk ik altijd idee dat ik heel veel aan het praten ben. Dus, maar ik kan ook wel luisteren. Maar mensen willen ook graag naar je luisteren. Mensen zijn hier om naar jou te luisteren vanavond, dus dan moet je ook praten. Maar van omzien naar de ander, dat is het belangrijkste. Ja, en dat is gelukt. Ja, mijn zoon organiseert ook gewoon heel veel leuke dingen. Mijn vrouw, mijn vrouw natuurlijk ook. Ja. Selina. En ze zijn betrokken. En zeggen ze wel eens van, papa, wanneer hou je ermee op? Ja, nee. Je vrouw ook niet? Ja, mijn vrouw nog. Ja, mijn vrouw elke keer. Die zit liever niet al een keer hier. En die belt ook nooit naar Rio. Ik zeg wel eens, je kan wel eens. Ik kan wel eens met vrienden over. Van, ze belt nooit. En ik zeg, dan vraag ik van, waarom bel jij nou nooit? Ik heb een andere bellen van mezelf s'avonds hebben. Ze zeggen, ja, ik wil me geen angst maken over jou. Als je niet opneemt, waar ben je dan? Dus ja, dit is jaren in Rio, ik heb een krotwerk genomen. Dus zij weten van de gevaren dan een beetje. Maar dus zit de angst dat ik niet op zal nemen. Dat is de reden dat ze niet belt. Ja, zij maakt zich zorgen, liever niet naar Rio. Ja, we hebben een paar twee jaar geleden echt ruzie gehad. Toen zei ze van... Nou komt het, mensen. Nou komt het juice. Het juice-kanaal gaat open. Vertel. Hoe ging dat? Nou, dat ging van, je gaat niet meer naar Rio. Ja, dacht ik van wel. Oh, ja. Dus dan was het echt een ja, dan was het. Was echt eventjes, hè, met Nederlands, daar heb ik niks van. Dan was het, ja, even, wat doen we? Of je Rio blijft of niet? Ja, toen zag ze dat toch naar Rio ging. Toen dacht ik, nou ja, wij houden toch van de wind. Maar jullie zijn al steeds bij elkaar, toch? Ja. Want je bent 65 als ik het goed heb. Ja, ja. Ja, in principe is het pensioengerechtigde de leeftijd, hoewel Nederland 67, ja. En je had het net al een beetje over een opvolger, dus daar denk je wel over na. Ja, nee, ja, echt, daar ben ik wel mee bezig, ja. Want ja, ook na het auto-ongeluk ook een beetje, van ja, het kan zelf afgelopen zijn in je leven. Ja. Dus er lopen wat goede mensen mee, dus die zie ik in de toekomst het stokje wel overnemen. Fijn. Ja. Dat er ook voor jou nog een iets rustiger leven gloort, misschien. Ja. Blijf je dan in Brazilië wonen? Ja, natuurlijk. Ja. Blijf ik in Brazilië wonen. En het is ook wel van, dat ik niet stop. Je kan niet stoppen. Ga ik dan doen? Groentetuin doen? Ja. Nou, bijvoorbeeld, ja. Ja, ja. Dat doen mensen, hè, als je met pensioen bent. Ik kan me alleen zonder hem bijna niet voorstellen. Nee. Maar in ieder geval niet meer dat je die zorgen maakt over de, heel veel dingetjes die anderen kunnen oplossen. Ja. En je ging nog iets over Feyenoord vertellen. Nou, de Feyenoord, drie jaar. Dus we zitten daar in de favela en het heet Feyenoord. Het is ook wel leuk trouwens, als je die wijk inkomt en je moet langs die drugs wachten. Het wachtwoord is wel een beetje Feyenoord. Wat kom je doen? Krijg je gewoon Feyenoord en dan loop je door. Ja. Dus net wat jij zegt, het is wel een goede bij deze Feyenoord. Want als je zegt van... je komt in het Vijfskeen Care, doe wat je wilt, heet het namelijk ook al, niet zo. En je komt daar binnen met een Ajaxer, dan dat zou ik je toch niet aanraden. Nee, zou er sowieso niemand aanraden. Ook in Nederland niet. En ik kijk altijd, als ik door over in Rotterdam loop, dan kijk ik altijd in die sportzaken om te kijken of er een Ajaxer is. Dat kan ik me niet voorstellen.
Nee. Maar ze hangen er soms wel. Echt? Dat is wel gewaagd. Ja, lijkt mij ook. Maar wat gaat Feyenoord doen? Wat gaat Feyenoord doen? Nou, wat leuk, dat is echt gewoon echt wijs. Dat is Feyenoord, die gaat aanstaande dinsdag, 14 uur, in de Kuip, gaan een contract tekenen. Ze gaan een samenwerkingsverband met ons aangaan. Na zo lang Feyenoord supporter te zijn, ja. En ze hebben het zelf gevraagd, hè? Oh wow, wat ja, ik vroeg wel om geld. En toen zeiden ze, nou, dat we iets veel weten. We kunnen samenwerken. Want daar hadden ze al over nagedacht. Hun, hè? Ja. Wat geweldig. Ja, Jan, ik weet niet waar Jan zit, die heeft er heel veel mee te maken met Feyenoord. We kennen elkaar allemaal wel een beetje in de wereld. Paul en Frank is hier ook allemaal. Dus de voorzitter kennen we ook wel een beetje, dus dat zit wel goed. Maar ik ben wel heel blij, hoor. Het is wel enorm motiverend. En wat gaan ze dan precies doen? Ze gaan sportleraar betalen, ze gaan transportkosten betalen. We kunnen trainers uitwisselen. Wow. Dus ze gaan zorgen voor de kleding. Dus, en dat voor 3 jaar. Dat is fantastisch. Ja, ik ben er heel blij mee. Dus we gaan het kijken. Ja. 14 uur. Nou, het gaat door. Het gaat nu door. Aanstaande dinsdag. Aanstaande dinsdag. Nou, dat is wel een mooie kroon voor jullie ook allemaal op dit toch wel heel feestelijk. Ja, 35 jaar bestaan. Fantastisch. Ja. Ja. Nou, dit lijkt mij een vrolijk moment om naar vragen uit de zaal te gaan. Wat heb ik gemist voor vragen? Wat wilden jullie nog weten van Robert? Voel je vrij? Hier heb ik een microfoon. Je moet wel hier naartoe komen om te stellen. Alle regels dus. Niet allemaal tegelijk, jongens. Ja, als er niemand komt, heb ik op zich wel werk goed gedaan, maar... Nou, wat mij intrigeert is dat de mensen in de coronatijd naar de fabrieken zijn gegaan. Maar ze zijn dus eigenlijk nooit meer weggegaan uit die fabrieken. Nee, sommigen wel, maar niet alle. Als er een weggaat, dan is er weer een ander om daar te gaan wonen in een uurtje. Ja, ja, want ze kunnen dat dus eigenlijk niet betalen. Nee. Nee. Maar wij zorgen dus, wat wij proberen samen met de gemeente, en dat ook wel heel belangrijk is, omdat ik dat zomaar vergeet, is dat wij het heel erg proberen het over te geven aan een ander. Dus dat is ons met Sparta, dat is gegaan met Pedalize, dat is gegaan in Jacques-Rézier, dat is gegaan in Antares, dat lokale organisaties het overnemen. In die fabrieken loopt nou ook mee, net zoals van de gemeente. En dat betekent dat ze dadelijk ook een gedeelte van het werk gaan overnemen. Dus eigenlijk een verbetering, zal ik maar zeggen. Nou, weet je wat? Er staan 100 fabrieken. En dan zie je dat er een paar helpen. En het is ongelooflijk. Er stond een keer zo'n fabriek in de fik. En er waren 8 mensen omgekomen. En daarnaast. Daar zit één, daar was een fabriek, daar wonen ongeveer dan, denk ik, 80 mensen. En daarnaast zit een fabriek met 350 mensen. En dus de hele pest, die staat daarvoor, gemeente en alles. En dan denk ik, er was alles op de sitio, en wij werken ook niet in die fabriek. Dan denk ik van, als we nou ernaast kijken, zou er nou eens iemand niet ernaast kijken en denken van, hier zitten veel meer mensen. Zouden die wel veilig zijn? Niet dus. Dus het is echt wel de steeds voorgaan en het onderwerp op tafel te leggen. Wij hebben veel overleg met andere werken, waar ook de gemeente aanwezig is. En dan de belangrijkheid vertellen over van dat daar mensen wonen die in gevaar en slechte gezondheid leven. Ja. Heel lang antwoord. Ja. Bedankt. En goede vraag. Is er nog iemand die wat wil vragen? Mijn vraag volgt eigenlijk een beetje op deze vraag. Want je bent natuurlijk als een Nederlander naar Brazilië toegegaan, geraakt door de staatkinderen, daar betrokken geraakt en daar blijven werken. Maar heeft jouw werk ook invloed gehad op hoe de Braziliaanse regering, de autoriteiten, kijken naar de staatkinderen? Nou, wat ik net zei, wij zitten in, we hebben overleg met gemeenten en met andere organen. Maar
Remet is toch een beetje anders. Ik vind dat wij heel veel kantoren hebben in Rio die over het proces praten van hoe het daadwerkelijk allemaal op te lossen. Armoede, discriminatie, seksueel misbruik. En daar is heel veel uren aan te besteden. Maar Remet is toch net iets anders om te veel uren willen wij daar niet aan besteden. Wij gaan rechtstreeks naar die kinderen en daar willen we mee bezig zijn. En dat we wekelijks, dat onze coördinator wekelijks dus vergaderingen heeft met anderen, dat is één ding, maar wij kijken echt naar Juan, naar Pedro, Luciana, naar de kinderen. Daar zit zoveel werk in. Die kinderen staan er zo alleen voor. Zoals ik zei, in Vice King Care, 22.000 mensen, er zit niemand, er komt niemand naar boven. De gemeente komt niet, er is gewoon niks. Nou, daar is zoveel te doen, zoveel trauma, zoveel ellende, dat eigenlijk al onze aandacht daarheen gaat. Dat is... Ja, Robert, geeft de nieuwe samenwerking met Feyenoord ook extra kansen voor talentvolle voetballers in Brazilië? Nou, in principe, dat is niet het geval. Het is wel, het gaat erom, eigenlijk wat de Feyenoord Foundation ook doet in Rotterdam-Zuid of in andere plekken, hulp bieden, kansen bieden dat kinderen... gezond gaan eten, dat de kinderen van de straat af blijven, dat de kinderen leren simpele dingen als eigenwaarde, samenspelen, echt voor dat soort zaken, het sociale gebeuren. Dat er een kans is, want ik vertelde ook over die trainers uit de wisselingen. Dus je hoopt, wij hebben 6 jongens die bij een voetbalclub, echt een goede voetbalclub voetballen in Rio. Ja, wie weet is er ooit een kans dat... Maar dat is niet het uitgaand idee. Het is... Ja, ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld wel talentvolle straatkinderen lopen die kansen eigenlijk niet krijgen. Maar dat is niet het uitgangspunt. Nee, dat is niet het uitgangspunt. Er was ook een meisje dat het voetbal. Ja, Carol, ja. Ja, we hebben gemengd, hè, jongens en meisjes door elkaar heen. Ja, zij zijn een hele goede. Link hoor. Als die erin komt. Ja. Ja, Robert, ik ben even benieuwd hoe het verder met de ontwikkeling met de verkoop van de Seedship gaat. Ach, het was een leuke aan. Ja, sorry. Nee, is daar al wat duidelijk over? Nee, dat is niet. De Sitio Shalom, dus waar die kinderen woonden, die staat nog leeg. Die moet verkocht worden. En dat gaat langzamer als wij dachten. Dus dat is nog niet, want het stond vast. Dat was ook een beetje dom, fout. We hadden hem neergezet bij zo'n makelaar die 6 maanden aan ons vast zat. Dus we konden niet weg bij hem. Dus nu staat het gewoon bij veel meer mensen. En wij zeggen ook van, wie weet als Antoinette, als jij iemand kent die de boerderij wil kopen voor 2,5 miljoen real, 500.000, dan krijg jij 5%. Dus wij zeggen gewoon tegen mensen van, die hem kan verkopen, die krijgt 5%. Dus dan gaat het wel harder. Kunnen we ook gaan, of nog een vraag? En dan gaan we naar het film. Robert, als je nou die 35 jaar terugkijkt, met tegenwerkingen van de overheid, hoe kijk je dan op die tegenwerkingen terug? Zijn ze omgevormd naar meewerkingen? Waar ik een paar dagen geleden aan dacht, ik vind het eigenlijk ongelooflijk dat bijna 40 jaar geleden ik in Rio kwam en dat er een burgeroorlog, niet verklaarde burgeroorlog, is tussen de drugskartels en de politie. En nu is het bijna 40 jaar later, volgend jaar 40 jaar,
En het is alleen maar erger geworden. En dat vind ik onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk dat dat nog steeds bestaat. Dat dat niet wordt opgelost. He, dat we nog steeds in diezelfde problematiek zitten. Ik denk van, daar had je het jaren geleden over. En dat je nou bedenkt, je wordt dadelijk, ga je met pensioen en dat nog precies hetzelfde is. Daar word je wel heel verdrietig van. Dat niemand dat wil oplossen. Wij doen dat met, om een paar kinderen uit te halen, maar op politiek gebied. Wanneer komen die scholen, wanneer komen die cursussen Vice Can Care in? Zolang blijft het de mensen om hen heen dwalen. Dus dat vind ik wel, dat is de droevige zaak. Mooi is net wat ik zei van, er zijn gelukkig zoveel kinderen eruit gehaald. Ik heb wel echt, echt duizenden kunnen helpen. Waarvan je weet dat met honderden, dat je weet, die jongen, die meisje, daar gaat het gewoon heel goed. Nou, dan mogen we best een applaus voor geven, toch? Ja, dat is een goed einde aan te geven. Nou ja, Robert, jij hebt een filmpje. Oh ja, natuurlijk. Nou, ik heb het niet gemaakt, dat heeft Albert gemaakt. Heeft Albert gemaakt, inderdaad. Maar misschien jij het even introduceren. En dan kunnen we het filmpje zien. Nou, introduceren, hoe? Kunnen we het vooral helpen leven 500 jaar? Kom, dat mag jij het woord geven. Nou, ten eerste wil ik gewoon iedereen ontzettend bedanken dat jullie hier zijn. Ik kan niet alle namen noemen, maar jullie zijn lieve vrienden, donateurs, familie die mij hebben, die bijgestaan hebben in de afgelopen 40 jaar. Ik wil jullie één voor één hartelijk bedanken. En ik zeg altijd, ik ben gemotiveerd als ik in de tijd dat ik hier in Nederland ben, gemotiveerd dat ik zo ontvangen word met zoveel liefde. Dat ik elke keer weer sterk naar Brazilië terug ga. Ik wil jullie heel erg bedanken voor wat jullie dan ook gedaan hebben en nog steeds doen. In de afgelopen jaren, sinds 19, we gaan nu troosten op 35 jaar, help mijn leven. Dankjewel, allemaal. Ik hoop jullie daar nog even te spreken. Maar toast, hoe heet het? Proost! 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 Ik drink geen alcohol. Zonder alcohol.